Ik ben Annemarie Korenman. Ik ben verantwoordelijk voor de communicatie bij Zonhuisgroep Amsteland. Wij merkten in der tijd dat mensen zich erg overvallen voelden door alle informatie die zij kregen rondom de verhuisdag. En dat ze zich toch, ondanks alle informatie, zich niet goed geïnformeerd voelden. En we vonden dat we daar wat aan moesten doen. Mijn Welkom, het portaal, helpt om alle informatie en de regelzaken stapsgewijs in de tijd onder de aandacht te brengen van wachtenden. En ook daarin maatwerk te creëren. Het is een heel chaotisch en crisisachtig proces. Zo die fase voor en kort na de verhuizing, waar mensen aan heel veel dingen moeten denken. Heel veel moeten leren over die nieuwe wereld waarin ze komen. Ook voor naasten, met name voor naasten. Dingen moeten regelen. En het gegeven dat het allemaal daar staat en ook niet verdwijnt, dat het niet een formuliertje is wat ergens onder verdwijnt of zo. Ze kunnen er altijd naar terug, dat vinden ze heel fijn. Toen wij eenmaal scherp hadden wat we nodig hadden, vonden we in Motivo, tegenwoordig Enrise, een hele goede partner om met elkaar de tool ook echt te maken. Eigenlijk met z'n drieën, ook ontwerpbureau, hebben we expertise in elkaar geschoven, zodat het echt een goed ding werd voor de gebruiker. En dat is heel goed gegaan, heel plezierig. En wat heel bijzonder is, is dat we nu eigenlijk merken dat het winst eigenlijk ook oplevert aan de collega's. Je hebt eigenlijk twee groepen, hè? De zorgcollega's, de zorgteams, die voelen zich hierin geholpen omdat ze niet zorggerelateerde kennis minder paraat hoeven te hebben. Want het portaal blijft ook beschikbaar na de verhuizing. Er staat er allerlei informatie in over kosten, over verzekeringen, over hoe we omgaan met dat laatste stukje, of er gewaakt kan worden enzovoort. En dat is vaak kennis die minder in het zorgteam zit. Zeker als daar wisselingen zijn. Maar ze kunnen heel makkelijk nu mensen verwijzen naar het portaal voor dat soort vragen. Dus daarin helpt het. Management van verwachtingen is ook veel beter. Hè? Van wat kunt u van ons verwachten, dus daar zit ook minder spanning op. Hoeven ze minder in te doen na de verhuizing. En de ondersteunende teams, hè, je hebt zorgbemiddeling, zorgadvies, teamcommunicatie, hè, waar ik dan bij hoor, die hebben er ook beduidend minder werk aan. Want je zet het op één plek. Er zijn een paar momenten waarin het heel concreet tijd bespaart. Op de verhuisdag neemt inmiddels het zorgteam met de nieuwe bewoner en de familie, de naasten, door wat men al weet, of er nog zaken geregeld moeten worden. En dat doen ze inmiddels aan de hand van het portaal. Dat pakken ze er echt bij en verwijzen dus naar bepaalde informatie die ze dan na de verhuizing nog eventjes kunnen bekijken. Dus er hoeft niet meer dingen uitgeprint te worden, verzameld, in mapjes gedaan te worden. Heel plezierig vinden ze dat. Dan kunnen ze echt alle aandacht stoppen in de persoonlijke eerste contact. Er verandert voortdurend heel veel in de zorg. Dan gaan er weer veranderde prijzen of wetgeving of beleid. Je wil ander verhaal vertellen naar je nieuwe cliënten en naasten. En dat kan je heel makkelijk nu op één plek doen. En je weet dat het altijd actueel is en voor alle locaties hetzelfde. Dus daar zit ook geen ruis meer op, dat er locaties zijn die nog met oud materiaal werken, terwijl we alvast al lang een nieuwe afslag ingegaan zijn. Het is eigenlijk een hele eigen tijdse manier om te communiceren.